Hoi. Hallo. Welkom allemaal, we zijn nog bij MSV Arnhem. We hebben een interview samen. Ja, klopt, ja. Oh, dankjewel. Oh. Ja. Ja. Sta je vandaag met Abi, hè? Ja, klopt, ja. Dankjewel. Ja, en wat is jouw naam? Mijn naam is Joeri Rozenboom, spits van MSV. Dus Abi heeft mij gevraagd om een klein interviewtje. Dus daar werken we gewoon even mee. Ja, leuk man, dankjewel. Heel lief, ja. Zeker gezellig. Ja. En hoe gaat het met jou? Ja, met mij gaat het goed. Rustige dag gehad. Vandaag even wat getraind in de sportschool. En daarna kunnen we het lekker het veld op met het team. Dus, ja, dat wel, ja. Netjes. Mag niet klagen vandaag. En met jou? Nee. Ja, gaat ook goed, ja. Dankjewel. Goeie dag gehad vandaag? Ja, goede dag gehad, ja. Wat heb jij vandaag allemaal gedaan? Dankjewel, broeder. Ja, ik heb vandaag gewerkt, maar ook een beetje karspot. Oké. Ja, gekarspot, ja. Toen ging ik eten en toen kwam ik hier naartoe, zeg maar. Oké, dus ja, je bent wel aardig druk geweest. Ja, dat wel, ja. Oké, ja, goed toch? Goeiedag, toch? Ja, toch? Ja. Interviews en zo, het is wel leuk. Goeie, ja, leuk. Ja, ja, zeker, ja zeker, Abi. Dankjewel, ja. Ja. En wat vond je van de wedstrijd afgelopen zondag? Ja, dat is lastig. Het liefste wil je het snel vergeten natuurlijk. Omdat je die wedstrijd verliest en je eigen kampioen kan worden. Ja, dat wel. Maar ik denk dat het een wijze les is voor ons. Dat we het aankomende zondag anders moeten doen. En dan uiteindelijk wel die schaal in de hand kunnen hebben. En een lekker feest kunnen maken met z'n allen. Ja, dat wel. Jij was er natuurlijk ook. Ja, het zal wel gezellig zijn. Ja, wat vond jij van de wedstrijd? Ja, ik vond het ook wel goed gaan, maar de tweede helft ging het ook wat beter. Ja. Klopt, ja, dat er wat acties gehad. Ja. Die speelde wel goed, ja. En als jij onze trainer was, wat zou jij dan doen, waardoor we misschien toch wel die wedstrijd hadden gewonnen? Ja, ik zou dan bijvoorbeeld... Ja, goede vraag. Ja, goede vraag. Ja, dat wel. Dan zou ik wel bijvoorbeeld dat er meer gepaasd wordt en zo. En aanvallen, spelen. Ja, naar de spits gepaasd wordt. Ja, toch wel? Ja, dat wel, ja. En slim spelen, ja. Ja, dat vind ik een goede tactiek. Ja, afmaken, ja. Ja, dat is het belangrijkste, hè. Want als je niet scoort, kan je ook niet winnen, hè. Nee, klopt, ja. Ja, heb gelijk, ja. En wie vond jij de man of the match van jullie team of van tegenstander? Van ons team, ik kan niet echt een man of the match noemen, want ik denk dat we allemaal ondermaats presteerden. Anders had je die pot wel gewonnen, denk ik. Maar als ik dan iemand moest kiezen, dan ga ik wel voor Fedor. Die toch altijd heel veel dreiging had en heel veel energie erin stopte. Dus dan is Fedor voor mij de man of the match. En van de Batavenkant vond ik die nummer 4 een goede pot spelen. Ik weet zijn naam even niet. Maar ik denk dat Bataven allemaal wel, elke speler van Bataven goed speelde. Volle bak ging. Ze wouden natuurlijk het feestje uitstellen. En dat, dat is helaas gelukt. Ja, dat wel. Ja. En wat voor soort vond je de wedstrijd? Over het algemeen of over mezelf? Ja, wat jij zou willen. Mag ik allebei zijn? Ja, over het algemeen geef ik ons toch wel een onvoldoende. Omdat we normaal gesproken stukken beter voetballen. En 9 van de 10 keer dit seizoen ook met de winst vandoor gaan. En was zondag niet het geval. Dus dan geef ik ons toch wel een 4,5. Is niet heel goed, maar het is wel de realiteit. En de Bataven die geef ik dan wel voldoende, omdat ze hebben gewonnen uiteindelijk. Ja, dat is wel, ja. Wat vond je van de wedstrijd? Voor mijzelf? Ik vond dat ik niet zoveel in het spel werd getrokken. Natuurlijk omdat we vroeg achterkwamen. En wat opportunistisch gingen spelen met veel lange ballen. Dus het een beetje geluk hebben en hopen dat hij goed valt. En, ja, dat gebeurde helaas niet, dus kopjes omhoog en op een zondag. Ja, dat wel, ja. Toch? Ja, toch. En wat ging wel beter? In de wedstrijd? Ja, klopt, ja. Ja, ik denk dat we wel
veerkracht hebben getoond. Dat we toch nog een doelpunt maken. En dat we met bepaalde spelers toch nog kansen hadden om ook nog de gelijkmaker te maken. En uiteindelijk het kampioenschap alsnog binnen te halen. Dus dat is wel een positief punt. En ik denk als we die mindset van de tweede helft meenemen aankomende zondag. Dat er ons wat mooiste wachten staat hier op de club. Ja, dat is wel een groot feest. Hè? Ja, groot feest. En komt Abi natuurlijk ook. We kennen Abi. Ja, dat wel. En die gaat ons dan de Turkse dans leren. Ja. Want dan gaan we bekend worden, toch? Ja, toch. Of niet? Ja, kunnen we 4 dagen gaan. Ja, ja, ja. Het team op voetbalveld dansen. Ja, dan doen wij een kampioensdansje. En dan zorg ik dat jij het veld opkomt. En dan kan je ons dat leren. Zorg dat iemand het filmt. En dan wordt het gekhuis, of niet? Ja, dat wel. Ja, ja, zeker. Ja, zeker. Ja. Oké. Ja. Ja, en wie vond jij de beste trainer? De beste trainer van? Ja, van MHSV of van andere voetbalclubs. Ja, ik. Ja. Van over, die ik heb gehad zelf? Ja, of, ja, top, ja. Nou, ik denk dat Dennis wel in de top 3 staat, zeker. Samen met Twan van der Sterren, oud trainer van mij bij SML. En. Nou, ik denk dat hun wel samen op één staan, eerlijk gezegd. Ja, zeker. Ja. Ja, ik had nog wel onthouden welke voetbalclubs je had gevoetbald, maar zou je het leuk vinden om te vertellen aan de kijkers waar je had gevoetbald? Ja, ik heb gevoetbald bij Vitesse, bij NEC, bij FC Eindhoven heb ik mijn debuut gemaakt tegen Jong Ajax. Nu speel ik dan bij MSV. Ik heb ook top amateur gespeeld bij de Treffers en Achilles 29. En nu zit ik bij MSV en gaan we weer richting dat niveau. Aanstaand kampioenschap en dan gaan we het divisieniveau in. Dus dan kunnen we lekker ook met de club omhoog kijken en kijken hoe het gaat als we uiteindelijk misschien wel over een paar jaar tegen zulke teams spelen. Ja. Dat wel. Ja. Ja. Ja, al... Wat vind jij de beste club waar ik heb gespeeld? Ja, MHSV wel Vitesse. Ja? Ja, top. Dus je houdt wel echt van de Arnhemse club. Ja, dat wel ja. En Poolse voetbalclub. Ja, zeker. Ja. Ik was hem zelf even vergeten, ja. Nee, ja. Ja, je hebt goed je research gedaan, blijkbaar. Ja, nee, ja, ik heb ook in Polen gespeeld een jaartje, ja. Dus een andere ervaring dan in Nederland. Maar ik ben toch wel blij uiteindelijk dat ik weer terug ben. Alhoewel ik daar ook een hele leuke tijd heb gehad, natuurlijk. Ja, zeker. Ja, en wat vind jij de beste speler van MSV? En wie vind jij de beste trainer? Ja, zou ik ook meer... Ja, tuurlijk. Ja, jou wel, ja. Ja? Ja, goede voetballer. Dankjewel. De boommachine. Ja? Dankjewel. Ja. Dankjewel. Je hebt veel gescoord, hè? Ja. Match, ja. Dankjewel. Ja, klassiek, ja. En zijn er nog meer mensen die je echt goed vindt bij MSV? Ja, Andy wel, Andy Visser. Ja, komt natuurlijk ook uit dieren, hè? Ja, klopt, hè? Die kan, ja, die kan wel goed koppen met het grote hoofd van ja. Hij kan goed koppen, knip dat er maar af, hoor. Ja. En nog meer, of was dat het? Ja, en Steven ook wel. Steven. En je hebt ook nog... Ja, Dennis, goede trainer, ja. Dennis, goede trainer. Ja, en... Ja, klopt. En hier. Ja. Wie bedoel je? Assistent trainer, ja. Assistent Johnny. Ja, ook en... Jamie. Ja, Jamie, ja. En Jamie, ja. Ik vergis me, ja. Sorry. Nee, dat maakt helemaal niet uit. Ja. Jamie, ja, dat is ook een hele goede trainer, hè. Ja, klopt, ja. Dat wel. Ja, en... Die hadden nog een paar goede spelers. De aanvoerder. De aanvoerder, Jensie. Ja, klopt, ja. Die scoorde afgelopen zondag. Ja, ook goed. Ali. Ali Edan. Ja, en de keeper. Dus eigenlijk iedereen wel. Ja, ook wel, ja. Ja, iedereen kan wel goed voetballen, vind je. Ja, dat ging ook een paar spelers uitrollen, ja. Dat was ook wel mooi. Wie? De keeper, ja. Van... Ja, Stefan, ja. Hè. Ja, klopt, ja. Je hebt veel risico in zijn spel, hè. Ja, dat wel. En dan heb je nog een andere lange speler ook, ja. Welke positie staat hij? Ja, hij stond volgens mij een beetje mid of ook voor hem. Donovan?
Ja, blanke jongen. Ja, dat wel, ja. Ja, was Donovan volgens mij. Ja, hij is ook best wel lang. Ja, kan ook wel aardig uit rennen. Ja, klopt, ja, is eigenlijk heel veel wel. Ja. Ja, zeker. Ja. En welke speler vind jij de beste? Bij MSV? Of ja. Ja, dat wel, ja. Bij MSV. Klik mee hebt. Ja, ik van een andere club. Ik vind mijn neefje wel een hele goede speler, Joey, een beukgeef. Ja, oh, die was vergeten, ja. Oh, was je die vergeten? Ja. Ja. Hij is vond hem gewoon niet zo goed, hè? Ja, hij is ook goed. Oh, jawel, ja, hij is ook wel goed, hè? Ja, en snel. Ja, ook snel, en ja. En jullie, zeg maar. Ja, dat wel, ja. Ja, die oh, ja. Dus die vind ik heel goed. Ja. En ik vind iedereen eigenlijk wel goed. En dat iedereen... zijn steentje bijdraagt aan het kampioenschap en dat iedereen daar hard voor heeft gewerkt en dat het daarom uiteindelijk ook verdiend is. Ja. Dat wij binnenkort die prijs pakken. Ja, dat zou echt mooi zijn. Ja, zeker. Ja. En hoe vaak ben jij kampioen geworden? In de jeugd wel een aantal keer, maar in senior niveau ben ik eigenlijk nog nooit kampioen geworden. Dus dit wordt ook mijn eerste keer. Ja. Dus ik kijk er heel erg naar uit. En, het is een kwestie van tijd, dus voordat het echt gaat gebeuren. En jij? Ja, ik ben denk toen heel klein was, misschien wel een paar keer kampioen geworden. Ja, toen ik voetbal ouder was, toen waren de tweede eigenlijk. Oké. Okay. Ja, klopt. 1 punt minder dan dus mijn spelende club. Ja. Oké. Okay. Ja, okay, okay. Bijna kampioen. Ja. Bijna. Ja, dat was in bij C1, dacht ik. Ja, okay. C1 of. Ja, vind klopt. Ik wel een knappe prestatie. Ja, dat ja, toch? Ja, toch C of B, ja. Ik dacht C. Ja, knappe prestatie, ja. We hadden wel goed team. In welke positie stond jij? Ja, ik stond toen midmeet en ook wel eens rechts voor. Oké. Okay. Ja, klopt, ja. Dus je was wel echt een allround speler, als ik het zo hoor. Ja, dat wel, ja. Ik heb wel 8 jaar lang gevoetbald, ja. Ja, en ik ging ook vaak voorin spelen. Ja? Ja, gewoon daarvoor. Ging je ook altijd doelpunten maken? Ja, ik heb wel... Dat ik zeg maar, sinds dat ik gewoon denk wel. Ja, ik heb 6 keer of zo gescoord, ja. 6 keer? Ja, klopt. Heel veel. Ja. Wat had ik 6 keer kan scoren? Ja, dat wel, ja. En, nee, dat zijn heel veel doelpunten, hè? Ja, klopt, ja. En hoe vaak heb jij gescoord eigenlijk? Ja, geen 6 keer hoor, dus wel veel minder denk ik hoor. Jij bent wel echt een topscorer, of niet? Oh, maar ik... Ja, ik hoop dat ik jouw scoringsvermogen heb. Maar, thanks, man. Ja, dat heb ik helaas niet, maar ik doe het er maar mee. Dus er is altijd iemand beter ergens in, hè? Ja. Of die vriend? Ja, zeker vriend. Ja, dank je wel. Ja, je bent ook wel beter. Ja. En zou je nog wat willen vertellen over zondag? Gewoon 3 punten meenemen, ja. En... Ja, 3 punten pakken. En daarna gaan wij met Abi, bekende Abi, de Turkse dans doen. En dan gaan we viraal met z'n allen. Onze kampioensdans. Dus, klopt, ja. Ben ik heel benieuwd naar. En ik ga hem zeker nog goed leren en dan kan ik naast jou staan en dan kunnen we even lekker dansen. Ja, dank je. Het was geweldig. Ja, toch? Ja, toch. Ja, zeker. Top. Ja, top. Dank je. Heel erg bedankt. Ja, jij ook bedankt voor de tijd en moeite, want je moest toch helemaal hierheen rijden en investeren erin. Dus ik ben dankbaar dat je bent gekomen en ik hoop dat ik je snel weer zie. Ja, graag. Ik hoop het ook. Ja. Leuk om te horen. Bedankt voor de interview. Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Geen probleem. Ja, voor de tijd. Ja. En zou je nog wat willen toevoegen aan de vlog? En aan wie zou je een SO willen doen? Wat ik nog zou willen toevoegen is dat jullie natuurlijk allemaal bekende Abi moeten gaan volgen op elke platform op social media. Twitter, Facebook, Insta, YouTube, noem het maar op. En, een SO wil ik doen aan Jamie Vaalkamp, die er net was. Want door hem kan ik dit interview doen. Dus daar ben ik Jamie heel dankbaar voor. Ja,
graag gedaan, man. Ja? Ja, zeker. Top. Ook Esso naar jou. En Esso naar Abi natuurlijk. Oh, dankjewel. Goed. Toch? Ja, box. Box, ja. Top. Is goed, vriend. Is goed, vriend. Dankjewel. Oké, ja. Ah, lief. Ja, dankjewel. Oké, ja.